Yo mensen, voordat deze video begint, ja, deze guy is 12 jaar oud. Ja, het is best wel raar wat hij allemaal zegt. Hij heeft IP's verzameld. En ja, later heeft hij ook gewoon toegegeven dat hij ook gewoon DDoS'te. Drop zeker een like als je tegen DDoS'en bent en comment wat je ervan vond. En join ook mijn Discord, want die staat in de beschrijving. Het is een nieuwe Discord, dus join die ook zeker. Anyway, ja, enjoy the video en veel kijkplezier. Let's go. Yo, mijn is over. Is goed. Yo. Zeker van die Omniraptor. Nee, van iemand anders. Van Furkan. Furkan, oh. Ja, hij heeft zich erbij genaaid, man. Furkan, nog wel een van mijn beste vrienden. Nou ja, het is wel apart dat je beste vriendje dan naait. Hoe oud ben je eigenlijk dan? Want je klinkt niet dat heel oud ik. Of zo. Hoe oud ben je? 12. Wow. Je leakt IP's. Nou, ik kan wel even scherm delen doen. Kijk maar. Zie je nog niks? Zie je mijn scherm? Ja. Volgens mij is het wel een chatsessie met Dat is zijn IP, hij wou dat, ik zat met hem call. Ja, maar waarom stuur je zijn IP? Kijk. Omdat hij dat... Ik heb Gerlof zijn IP, Furkan. Ja. Leg dat eens uit. Meer voor de, ja. Voor wat? Je weet dat DDoS echt, daar kan je wel flink straf voor krijgen. Ik heb jouw IP niet. Je hebt mijn IP wel. Waarom zou je me anders dan? Hoezo lag ik er een paar dagen geleden dan uit? Jouw IGN is toch ook gewoon Milan Q? Met twee Q's? Dat was ik echt. Ik heb jou echt. Dat kan niet. Dus je IGN, ik zoek je op NameMC. Alles verwijderd. Dus je had het wel. Ik had het vroeger, oh ja. Maar vroeger, hoe oud was je toen dan? Nou, vroeger is sowieso wel een jaar. Oh, 11. Was je 11 jaar in je boete? Nee, ik boete niet. Maar je zei dat je het had verwijderd. Ja, ik zeg verwijderd. Wat heb je verwijderd dan? Ik heb gewoon alles verwijderd. Wat heb je, je weet toch wel wat je verwijderd hebt? Ja. En wat is dat dan? Ik heb alles verwijderd. Je booter. Ja. Ik dat ook. Wat voor... Hoe kwam je eraan dan? Ik zeg toch dat ik het niet heb, maar jij zegt wel. Nou ja, kijk, als je grappig gaat doen van yo, dat jij mijn IP hebt. En ik lag er een paar dagen geleden ook gewoon legit uit. Dan denk ik wel dat jij mij eruit gooit. Dan kan je wel 12 zijn, maar een 12-jarige kan dat ook doen. Ja, maar dat was ik. Wat zei je? Ik ben er nog. Maar waar begin je dan aan, man? Waarom doe je dat? Je bent 12. Ik begin nergens. Je zegt dat je mijn IP hebt. Dat staat letterlijk in deze fucking screenshot. Dat zei ik tegen. Maar die heb ik toch, ik zeg net, dat ik alles heb verwijderd. Wat heb je verwijderd dan? Je weet toch wel wat je hebt verwijderd? Noem een programma op, wat was het? Een andere webstresser. Een webstresser. Je moet wel duidelijker praten man, want anders hoor ik je niet. Nee, ik heb geen webstresser. Wat heb je dan? Ik had een... Van wie? Greppefi of zo. Ik weet niet. Oké. Okay. Van YouTube. Furkan heeft het trouwens ook, dus helemaal niks. Nou ja, daar heb ik geen bewijs van. Ik zie dat jij zegt, ik heb Gerlof zijn IP. Hij zit wel aan mij om IP's eerst. Kijk, wil jij gewoon je excuses aanbieden, gewoon aan de community? Want ik durf te wedden dat je niet alleen mijn IP hebt. Niet meer, maar je had het wel. Dan wil ik alsnog dat jij je excuses aanbiedt aan de community, want van DDoS'ers, daar houden wij niet zo van.
Nee, dat is goed. Welke van Nou, ik de. ben aan het recorden, dus dat kan je gewoon nu gewoon zeggen en dan zet ik dat in een video, zodat mensen weten dat je dat het jou spijt. Oké. Spijt me, man. Oké. Sorry. Dan ben ik je van mijn Discord. Maar ja, Oké. je snapt zelf wel dat het niet normaal is. Ja, maar voor de duidelijkheid, ze hebben niks. Ik zou nooit iets doen met die IP's. Oké? Ja, maar waarom, als je er niks mee zou doen, waarom verzamel je ze dan? Ik weet niet, ik ben gewoon een dom kind die soms zelf geboet. En als je zelf geboot wordt, dan moet je ervoor zorgen dat niet gebeurt. En dan moet je niet andere mensen hun IP's ook pakken. Provider bellen, op VPN gaan, dat valt te fixen. Of in jouw geval, neem gewoon contact op met je ouders of iemand anders die je kan helpen daarmee. Leg het ze uit. Want je bent pas 12. En als je dan al met IP's begint, dat is echt strafbaar, man. Dat is geen goede Nee. zaak. Ik ben er nog. Maar dat je Wat zei je? ze. What the fuck? Nou, je bent er weer. Pijnlijk. Oh. Ja. Yo. Hey, Blazer. Ik heb zo net een heel gesprek met Milan gerecord. Waarin Ja. hij admit dat hij IP's verzamelt. Nou ja, verkeerde bedoelingen, DDoS'en. En hij wou ook nog even met jou praten. Hij heeft excuses aangeboden aan mij. Maar ik heb het ook opgenomen. Komt ook op YouTube. En dan weet de community dat hij normaal gaat doen. Oké, ik hou hem althans wel in de lijst van records. Dus als hij weer iets doet, dan weet hij gemeen. Ja. Milan Q, wil je ook nog even sorry zeggen tegen Blazer Cooper? Want het zijn wel gewoon frisky spelers. Nee. Die heb verzameld, jawel, hè? Je zei dat je mijn IP had. Ja, maar. En je zegt dat je meer IP's hebt verzameld. Dat is niet van vrucht. Oké, nou ja, ik ben wel een frisky speler. Ja, oké. Okay. Ja, sorry, Blaze Cooper. En de Frisky Community. Het stelt me zeer teleur. Ik snap niet waarom, maar Hij is goed. 12 jaar, hè, Blazer. 12 jaar. Toen ik 12 was, toen speelde ik net, nou ja, toen speelde ik over Minecraft, maar toen bestond dat nog niet eens, man. Nee, toen speelde. Nou, ja, ik begon al met Minecraft om mijn 14 of zo, hoor. Toen zat het in pre-alpha, toen kon ik de website spelen. Oh ja, ik 11, 12 of zo. Maar 12 jaar? The fuck? Ja, Maar fuck. hoe kwam het eigenlijk in je hoofd dan, Milan? Ik kom net terecht. Ja, maar ook even tegen Blazer, zodat hij dat ook even weet voor de toekomst. En dan Dat je verveelde, hè? Eens door wat doen. Dat is de enige reden waarom die kinderen dat zouden doen. een soort van. En dat is de nieuwe generatie. Nice. Nou, het was meer andere spelers deden dan mij. Ja, Nee. sorry. Ik heb het gewoon uitgevogeld. Zit je in groep 8? Ja. Jezus man, groep 8. Dat is wel erg. Damn man. Groep 8, hé. Holy shit. Maar met wie deelde je dat dan? Met niemand. Met mezelf. Nee, niet Oh, liegen, hè. dat. Dat heb je sowieso één naam gezegd. Degene die jou heeft gereport, waarmee je het samen doet, heb je gezegd dat je het ook met hem deelt. Niet. Ik deel niks. Niet alles. Ik geef geen IP's door aan hem. Dat niet. Kijk, en dat je net een screenshot liet zien van zijn eigen IP, daar vroeg hij om. Ja, maar ja, je weet het niet of er meer screenshots zijn, want het zijn maar twee screenshots uit jouw gesprek met hem. Misschien zijn er wel meer. Ah, dan moet je een soort compilatievideo maken van alle kinderen die hier aan meedoen. In ieder geval. Ja. Oké, je zegt sorry. Maar jij bent een nieuwe probleemkind van Frusky. Want ik hou erbij hoeveel tickets per persoon iemand heeft gemaakt. Maar jij komt in de rate van hoeveel tickets je aanmaakt in een bepaalde tijd. Haal jij bijna het record. Je hebt het nog niet gehaald, maar bijna het record. Wie Jij staat op één? hebt in. Degene die op 1 staat is. Moet de wie maar. Timo. Kors. Timo. Wel logisch dat Timo het is. Probleemkind. Maar. Roos. Toch.
Even mee stinkt. Maar ja, hier staat er ook in. Ik weet niet hoe jij het voor elkaar krijgt, maar je bent meer dan 6 keer geband voor door de anti-cheat in 3 dagen, volgens mij. Is dat een Ja. achievement behaald of? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God. Stop fucking lying. The fuck? Wat Lekker waren? bezig. Nee, ik ben hem niet. Nee. Nee, dat kan ik niet eens. Oh, echt allemaal. Oh, jawel. Oh, huh? Kan ik Dat niet. ben ik. Kan niet. Nee, maar ik wou zeggen, zeg. Mag ik een GG in de chat? En dan gaan we weg, oké? Zeg het. Wat? Mag ik een GG in de chat? Oké. Oké, doe maar. Ik wacht. 3, 2, Twee, één. 1. Zeg het. Oh, in de call. Ja, in de call. Oké, nog een keer. Drie, 3, twee, 2, één. 1. Mag ik een GG in de chat? Ja, Oh.